En de reden waarom dat er nieuwe akkoorden moeten zijn, dat zien we vandaag met 22.500. In de winter als het koud is, dat is omdat we meer personeel, meer respect, meer tijd en een betere loon winnen. En willen niet dat er gewacht wordt tot na de verkiezingen van 2024. Er moet nu, vanaf volgende week, onderhandeld worden voor nieuwe akkoorden, voor oplossingen voor jullie vragen.